Ja, met op de achtergrond de 3D-printer. Een ander, of een nieuw, hoe zeg je dat in goed Nederlands? Een ander unboxing video. Een belangrijk onderdeel van mijn zonnestroominstallatie. Dat is de omzetting van 12 tot 14 volt naar 220 of 230 volt. Zodat je daar normale apparaten op kunt voeren. Veel van die apparatuur heeft ook een 5 volt uitgang tegenwoordig. Met een USB-aansluiting. Dat is wel heel prettig. Maar het gaat om die 220. Die toch maar lastig te maken is. Want het is een wisselstroom. Nou, de eenvoudige manier om het aan te pakken is om gewoon 50 hertz blokgolven te maken. Dus dat ziet er dan zo uit. Nou, enzovoort. Hè. Is dat te zien? Volgens mij wel. Maar goed, dat is niet zo gunstig, omdat, kijk, als je een sinus hebt, die loopt natuurlijk zo. Nou ja, een beetje zo. Maar het vervelende daarvan is, dat dit eigenlijk, dit stuk, en hier, en hier, en hier, nou ja, moet helemaal naar onderen doorlopen als de spanning correct is. Maar die hoekjes die vormen eigenlijk te veel energie. Dus het apparaat wat je voedt krijgt te veel energie. Nou, als je een TL-bak probeert, die zijn er niet zo kritisch op. Dat werkt wel. Een gloeilamp ook wel. Maar er zijn toch wel veel apparaten die daar grote problemen mee hebben. Daar is een oplossing voor. Een hele simpele oplossing. Wat je dan krijgt is, moet ik even kijken dat ik dat goed teken. Maar dan heb je dus een nullijn. En dan heb je hier een blokje. En dan weer een nullijn. Dan heb je daar een blokje. En dan word ik wel erg klein met tekenen, maar volgens mij is dat te zien. En daar weer, dus daar zit er telkens een stukje nul tussen. Om dat teveel aan energie wat een blokgolf heeft ten opzichte van een sinus te compenseren. Nou, veel apparaten werken erop. Als je een oventje hebt of een magnetron, dat werkt waarschijnlijk wel. Maar je weet het nooit van tevoren zeker of dat gebeurt. En het kan ook wel zijn dat een apparaat in een voorkomend geval kapot gaat. Nou, een variant daarop dat is om het met kanteltjes te doen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld 8 of 16-voudig dat het zo richting sinus gaat. Nou, ik weet niet of dat te zien is, maar ongeveer zo. Ik ben niet zo'n goede tekenaar uit de vrije hand. En ook niet met de computer trouwens. Maar dan benadert het dus al heel aardig die sinusvorm die uit het lichtnet komt. Dat moet natuurlijk ook 50 hertz zijn. Als je het nog mooier hebt, dan komt er een echte sinus uit. Maar die dingen zijn behoorlijk duur vaak. Soms kom je ze wel tegen, dan zijn ze wat goedkoper. En soms zijn die dan nog goed ook. Nou hoop ik dat ik ze zo eentje gekocht heb. Maar het is wel essentieel om die te hebben. Want, en zeker van een substantieel vermogen. Omdat je dan toch eigenlijk toch wel een soort echt lichtnet hebt. Hè? Met je zonnestroom of met je noodstroominstallatie. Wat ze bij noodstroom vaak doen, en bij zonnestroom ook, dat is, er zit een bepaalde marge aan het lichtnet. Ik geloof dat het 10 of 15 of 20% is wat je onder de, en ook boven de 230 volt mag zitten. Als je dat nou laag kiest, dan zullen de meeste apparaten gewoon werken, omdat dat binnen de specificaties is waarvoor ze gemaakt zijn. Maar tegelijkertijd, omdat de spanning laag is, het geldt niet in alle gevallen hoor, maar omdat de spanning laag is, gaan ze toch minder stroom gebruiken. Dus het is gunstig om die spanning bij een UPS of bij een zonnestroominstallatie wat aan de lage kant te houden aan de uitgang. Als je nou een goede UPS hebt, dan is het ook zo dat die niet alleen werkt met uitval. Maar dat die ook te werkt bijvoorbeeld, ik heb er hier eentje, die werkt van 140 tot 290 volt. En als je dus een brownout hebt, wat 160 volt is of zo, dat gebeurt bijvoorbeeld op boerderijen. Als je helemaal aan het eind van het net zit, dan krijg je een brownout en dan zit je op 160 volt. Nou, ik kan me herinneren bij een vriend van mij, zijn oude buizentelevisie, die kreeg dan een heel smal beeld en het ging helemaal niet meer goed. Uiteindelijk als het nog lager werd. Dus als de buurman de melkmachine aanzette bijvoorbeeld. Dus een goede UPS, die doet dus niet alleen de noodstroom, maar vaak zit er dan ook nog een bliksembeveiliging in. Dan moet je daar niet te veel van voorstellen, want een grote inslag, daar doe je toch niks tegen. Maar de gemene pulsen die er soms ontstaan als het een wijk verder inslaat, die worden effectief gecanceld.
Daarnaast een goede UPS, die zorgt er ook voor dat er netjes 220 of 230 volt, in ieder geval iets wat binnen die specificatie valt, zoals ik zei, dat daar uitkomt. Of er nou 280 volt op het net staat, wat in principe je apparatuur zou kunnen vernielen. En zeker gloeilampen in de tijd, die gaan stuk. Ik weet over waar ik vroeger woonde, daar was een of andere schakelpuls waar we nooit achtergekomen zijn. Maar in bepaalde periodes gingen elke twee weken meerdere gloeilampen stuk. Maar een goede UPS beveiligt daar dus ook tegen. Wat dit is gewoon een apparaat waar 12 tot 14 volt in gaat, ook binnen zekere marges. En daar komt, er is gelijkstroom en daar komt dan wisselstroom uit. Dus dit apparaat heb ik hem goed in beeld volgens mij wel. Dan gaan we nog even uitpakken. Het unboxing gedeelte is volgens mij korter dan de uitleg die ik gegeven heb. En zo wordt het ook. Hij ziet er behoorlijk leuk uit, moet ik zeggen. Dikke kabels. die zijn net zo dik als aan mijn zonnepanelen zitten. Dus dat past er goed bij. De zonnepanelen zijn nog iets dikker volgens mij. Maar dit is dus een 1000 watt continu en een piekstroom van 2000 watt. En ja, daar kun je over het algemeen een niet al te grote magnetron erop zetten. Je oventje, een koffieapparaat, een strijkbout, een stofzuiger. Nou, ik vind het dus heel simpel. Aan de ene kant zitten er een paar gigantische, dus heb ik hem in beeld, een paar gigantische stroomaansluitingen op voor de gelijkspanning. Dikke blower heb je natuurlijk nodig. En aan de andere kant zit er een kapitulis van dat het testje halen. Kijken dat ik goed in beeld heb. Ja, het is handig als je zo buiten beeld gaat staan wel. Maar je ziet de blauwe, je ziet de grote aansluitingen met moeren. En aan de andere kant zit gewoon een randaarde stopcontact. En that's it. Ik moet nog lezen wat het allemaal voor is. Er zit hier een USB aansluiting, dat had ik al gezegd. Heel simpel. Dus het is eigenlijk simpeler dan een UPS. Maar deze kan nog veel stroom aan, dat is wel prettig. Want ik heb nu een paar die wat minder zijn. Wat minder, ik heb één sinus nog en ik heb nog een zo'n blok, als ik net liet zien, gecompenseerd voor te veel aan energie zeg maar, van de blokgolf. Dat zijn de meeste goedkope die je aantreft. De ene sinus die ik heb, die was wel heel goedkoop. Die heb ik gekocht bij een computerwinkel. En die hadden ze in de aanbieding voor 19 euro. En dat was aan 200 of 250 watt apparaten. Ik hoop niet dat het geritseld ergens, maar dat was wel een goede aankoop, jaren geleden. Maar het meeste dat je ziet van die goedkope dingen van onder de 100 euro, dat is dan toch, een van de varianten die ik gaf. Dus of met de karteltjes of gecompenseerd. De echte blokgolf kom je volgens mij niet tegen, omdat je dan toch wel grote kansen loopt op schade. Maar voor wil je het echt als volwaardige vervanging voor je stopcontact gebruiken, ja, dan heb je echt wel pure sinus heet het. Zuivere sinus. Pure sinus wave inverter. Tot zover de unpacking video. Unboxing dus. Ja, dat vergat ik nog. Deze was te koop voor 140 euro, net onder de 140. Wat ik wel een hele schappelijke prijs vind. Want ik zie dezelfde, met dezelfde parameters ook voor 500-600 euro. En het is echt een zuivere sinus. Even kijken, staat het ergens? Het staat ergens. op het apparaat zelf staat het bijvoorbeeld. Wat ook hoopvol is, dat is dit bericht. Low interference technology. Misschien staat het eerst. Hier staat het op het stickertje. Het staat niet op de doos, die is denk ik hetzelfde voor de meerdere uitvoeringen. Want dingen dezelfde behuizing is ook als Modified te kopen. De Modified, dat is in die blokgolf die ik gaf. En dan is die 16. Maar 140 is geen gekke prijs.